Oké, de groep van het groene liefdesletter, love letter. Kijken wat hierin zit voor jullie. Knipsels, kaartjes. Moeten we eerst met de hartjes bekijken. Ja, er moet er even wegkomen in deze situatie. Door een goede relatie word je ondersteund en uitgedaagd. Evenwicht moet nog even gevonden worden. Ja, hoewel jullie misschien lichamelijk gescheiden zijn, blijven jullie spiritueel altijd samen. Liefde overstijgt tijd en ruimte. Je wordt niet in de steek gelaten door deze persoon. Je probeert iets te forceren, geef het tijd. Ook weer iets van tijd, hè. Je moet, ja, niks forceren met deze persoon. Want je hebt een geheime aanbidder. Ja, deze persoon laat het misschien niet zien, maar hij draagt waarschijnlijk een masker. Je hebt een geheime aanbidder. Van deze deel je wijsheid. Ja, hij vindt je waarschijnlijk heel wijs iemand, een wijze vrouw of man. In ieder geval, deel je wijsheid. Misschien kijkt hij of zij tegen je op, omdat je zo wijs bent. En dan zeg je, ja, deel je wijsheid met de mensen om je heen. Want je bent wijs. Je bent, ja, waarschijnlijk is heel spiritueel. Hij wil graag dat je in zijn leven blijft. Hij wil naast je zitten. Dit kan ook tweelingzielen zijn. Die zit ook voor mij op een tweelingzielenkaart. Ja, mijn liefde voor jou is onsterfelijk, zegt deze persoon. Ik voel mij onwaardig om je lief te hebben. Ja, ik heb een beetje zelfvertrouwenproblemen. Hij voelt zich onwaardig, daar moet hij wel aan werken. Ik blijf in mijn kracht staan, wat er ook gebeurt. Ik ben sterk. Ja, hij begint wel steeds sterker te worden. Hij begint in zijn kracht te komen, maar ja, hij moet wel, dat onwaardige moet hij wel gaan loslaten. Maar hij moet zich eigenlijk wel waardig voelen. En hij zegt het ook, of zij zegt, je zal mijn leven opvrolijken. Ja, hij voelt dat, of zij voelt dat aan. Nou, even deze. Deze persoon is even gaan denken. Dus zij of hij zit hevig over de situatie na te denken. Jij wil echt het allerbeste. Heb je het met je voor eigenlijk. Maar hij is even gaan denken. Hij vraagt zich af hoe het met jou gaat. Of zij. Hoe gaat het met je? Hij heeft geen idee. In ieder geval, ja, hoe verwerk je dit grote verdriet? Waarschijnlijk moet hij wat achter zich laten, deze persoon. En hoe verwerk hij dat grote verdriet? Want dat zal wel, ja, als hij een gezinnetje moet achterlaten, dan komt er heel veel verdriet bij kijken. Ja, neem tijd voor de stilte. Ja, hij trekt zich een beetje terug om na te denken. Dan lag hij nadenken. Want dat heeft hij ook wel nodig. Hij moet even nadenken over de situatie. En hij beseft dat er best wel een hoop verdriet komt kijken. Maar toch wil hij het wel gaan bespreken met je. Hij wil het bespreekbaar maken. Alles. Ja, hij wil dat er een nieuwe start komt tussen jullie. Misschien is het jij nu uit elkaar gegaan. Want hij staat de dag van de ontmoeting. Hij wil je weer ontmoeten. Hij wil weer geluk. Klavertjes 4. Ja, hij wil uit de deur gaan. Hij wil weglopen uit de situatie. Als hij nog thuis bij iemand woont, dan wil hij de deur uit. Want hij wil jou zien, hij wil je ontmoeten. Hij wil de arm om je heen slaan. Goed, het was de laatste liefdesbrief. Ik hoop dat je het leuk vond en geef me die like en tot de volgende keer. Doei!